Als het om elektrische auto's gaat, heb je fabrikanten die zeggen van daar ontwikkelen we een apart model voor. Aan de andere kant zijn er ook fabrikanten die zeggen van we nemen die elektromotor en die stoppen we gewoon in een bestaand model. Nou, een voorbeeld van het laatste, dat is Peugeot. Die doen dat met de 208 en nu ook met de 2008. Die is er behalve als benzine- en dieselvariant nu ook met een elektromotor en dan heet die de E2008. Ja, en daarmee bewandelen ze bij Peugeot eigenlijk dezelfde route die we ook zien bij Hyundai. Die doen dat met de Kona, benzine, diesel en elektrisch. Sterker nog, die hebben de keuze uit twee elektromotoren. Een 136 pk versie met een beperkte actieradius en een 204 pk variant met een veel grotere actieradius. De lichtere versie komt qua specificaties behoorlijk overeen met deze Peugeot. Desalniettemin heb ik hier toch de dikkere versie, want die loopt qua prijs weer in de pas met deze Peugeot. Je hebt ze namelijk allebei vanaf ongeveer 41.000 euro. Vraag is dus, wat biedt Peugeot voor dat geld ter compensatie van die extra actieradius die Hyundai levert? Het interieur van de 2008 dat ziet er gelikt uit. Met de gebruikte materialen lijkt Peugeot het hoger op te zoeken. Kijken we naar de vormgeving of naar de functionaliteit van die vormgeving, ja, dan kun je daar natuurlijk een boom over opzetten. De cockpit met het lage stuur en het hoge instrumentarium, dat is nog altijd voer voor discussies. Maar goed, er zijn ook mensen die vinden het fantastisch. Ook zo'n puntje, dat is het multimedia systeem. Daar zit heel veel functionaliteit in, maar ja, daarvoor moet je vaak wel voor de meest simpele dingen door een menu's heen. Ze hebben tegenwoordig wel een aantal sneltoetsen erbij, maar ja, het is een puntje voor verbetering, zullen we netjes zeggen. Het fijne van dit interieur is dat het binnen het segment toch behoorlijk ruim is. Zeker voorin is er weinig reden tot klagen. Ik ben bijna 2 meter, maar ik heb aan alle kanten meer dan genoeg armslag. Achterin is het ietsje krapper, maar ja goed, het is dan ook maar een B-segment SUV. En dan is er nog een behoorlijk royale bagageruimte. Maar goed, waar het bij deze auto natuurlijk om gaat, is de elektrische aandrijflijn. En die is exact gelijk aan die uit de 208. En ja, daar vinden we het een pittig ding. Het is 136 pk en ja, daar komt deze auto meer dan goed mee in het verkeer. Het is eigenlijk maar 136 pk, als je dat vergelijkt met de Hyundai. Er zit een 50 kWh accupakket in en daar zou je volgens opgave 320 km ver moeten komen. Nou, dat is volgens opgave. In onze praktijk is het rond de 240 km. Ja, dat is nou niet bepaald grensverleggend. En ja, als je dan nieuw met zo'n auto in de markt komt, dan sluit je eigenlijk achteraan in plaats van dat je de lijnen uitzet. En ja, dat is misschien een beetje een gemiste kans. Nou, met de elektrificatie is de auto een behoorlijk stuk zwaarder geworden, maar qua onderstel hebben ze dat bij Peugeot toch goed weten op te vangen. De afstemming van dempers en veren, dat is op comfort gericht. Een enkele keer als je een hele grote hobbel op de snelweg hebt, dan voel je wel dat er wat het nodige gewicht op en neer gaat, maar voor de rest is het een hele mooie balans in. De besturing is wel afstandelijk, er zit weinig gevoel in. Maar ja, goed, het is ook geen sportwagen, daar zijn andere auto's voor. En daarnaast zijn er nog de nodige assistentiesystemen. Deze auto die is in staat om zichzelf binnen de rijbaan te houden en afstand door de voorganger te houden. Dus ja, de eerste stapjes naar autonoom. En dat hebben ze bij Peugeot heel mooi voor elkaar. Die auto die blijft keurig zijn weg volgen tussen de lijnen. En als je hem een beetje aan de linkerkant houdt, nou, dan doet hij dat aan de linkerkant. En wil je wat meer naar de rechterkant, dan doet hij dat keurig rechts. Op die manier zou je ook eventueel auto's met een zwaarlicht er tussendoor kunnen laten als je in de file staat. Maar hey, daar valt weinig op aan te merken. Met deze hulpsystemen gaan ze bij Peugeot de goede kant uit. Vergeleken met het interieur van de Peugeot ziet het Hyundai interieur er nog net eventjes iets meer down-to-earth uit. De opzet is wat nuchterder. Gebruikte materialen wekken de indruk dat ze wel heel lang mee kunnen gaan overigens. En kijken we naar de bediening van de auto, ja, dan hebben we een normaal instrumentarium. Lekker overzichtelijk, een stuur wat prettig beetpakt en een infotainment systeem wat eigenlijk een voorbeeld is voor menig andere autoconstructeur qua overzichtelijkheid en bediening. Sterker nog, de belangrijkste bedieningselementen zijn gewoon met fysieke knoppen buiten het systeem gehouden. Geen enkel probleem om de temperatuur in te stellen zonder dat het navigatiescherm eventjes verdwijnt bijvoorbeeld. Ja, kijken we naar het ruimtegebruik, dan is deze auto net iets compacter dan de 2008.
voorin gaat het allemaal nog wel, maar achterin ja, is het iets minder. En qua bagageruimte is de Peugeot ook de grotere van de twee. Zoals ik al gezegd had, deze auto is verkrijgbaar met twee aandrijfvarianten. 136 pk net zoals de Peugeot en 204 pk in deze auto. Nou, daarmee gaat deze auto de rap vandoor als je dat wil. Maar de grote kracht van deze aandrijflijn is eigenlijk het accupakket. Het accupakket in deze auto, dat is 64 kWh. Ja, daarmee moet deze auto volgens opgave WLTP 484 km ver kunnen komen. Nou, ja, dat is theorie. Maar in de praktijk, in ieder geval in onze praktijk, kun je bijna 420 km ver mee komen. Dat is in dit segment natuurlijk erg prettig. Het onderstel van deze auto dat voelt iets steviger aan dan dat van de Peugeot. Niet dat het oncomfortabel is, maar het scheelt misschien ook wel dat deze auto een update heeft gehad en voortaan standaard Michelin banden meekrijgt. En ja, daar is het weggedrag van deze auto een serieus stuk mee opgeknapt. Neemt evenwel niet weg dat de stuurinrichting van deze auto, ja, eigenlijk qua communicatie, weinig onderdoet voor dat van de Peugeot. Nou, afhankelijk van de uitvoering levert Hyundai deze auto met allerhande assistentiesystemen. Ja, onder andere rijbaanassistentie, actieve cruise control, waarbij je al een klein stapje autonoom gaat, net zoals bij de Peugeot. En, ja, dat functioneert prima. Misschien dat het bij de Peugeot nog iets mooier werkt, maar dit is ook zeker een dikke voldoende. En verder is er vermoeidheidsdetectie. Dus ja, nee, wat dat betreft doen die auto's weinig voor elkaar onder. De Peugeot is fractioneel ruimer. Hij ziet er wat gelikter uit en de materialen die liggen misschien op een iets hoger plan. Maar of dat opweegt tegen het grote verschil in actieradius, ja, ik zelf vind van niet.